Credit back. Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Evelien voor degenen die mij nog niet kennen. En jullie vragen zichzelf, waar ben ik nu? Ik ben in Netenpark, want ik ga 3 dagen naar Netenpark, want er is een hittegolf hier. Dus jullie zien mij dus vaak wel in het zwembad. En mama is nu even de fiets aan het vastmaken, want Jeffrey heeft al eens meegemaakt dat die fiets is gestolen en die was ook vastgemaakt. Maar nu moeten we echt 10 keer goed veel meer vastmaken. Mama heeft een fietsensleutel zo, dus die is ook vast. Ik heb een fietsensleutel, die is ook vast. Ik heb dit aangehangen en hier hebben we ook een dingen aangehangen. En zo zou die normaal gezien niet kunnen pikken worden. En nu gaan we even naar de kassa om natuurlijk ons laten betalen. Dat ze ook geld kunnen verdienen. Waar is mama? Ja, sorry voor als jullie mensen horen. Maar nu zal er veel meer volk zijn dan anders, hè mama? Ja, mooi. Want de auto's die zitten helemaal van ginder, helemaal ginder achter. En dat is normaal gezien niet. Dus ja, dat is echt super veel. Misschien zien jullie dat wel. Een klein beetje. Dus. En dit mag niet. En dat mag dan weer wel. Dat is echt super stom. Zo, we zijn nu terug. Want we hebben nu betaald. Hier is een speeltuin. En het is best wel heel volk. Hier zien jullie de speeltuin dus. En daar ga ik misschien ook een video van maken. Maar we moeten nu dus eigenlijk alles klaar doen voor ja, buiten gaan te leren. Het is echt super veel volk. Kijk maar. Kijk, overal. Er zitten gewoon mensen. En wij moeten natuurlijk een perfect plaatje vinden. Dat ik ook wat bruin word. Mama natuurlijk ook. En volgens mij is in het zwembad ook bijna geen plaats. Maar we zullen zien. En ik heb ook nog een krokodil bij. Maar die kan ik misschien wel niet in het zwembad meer doen. Omdat het zo druk is. En zo val ik. En ik moet echt heel hard praten. Want mensen die klappen allemaal en zo. En ik heb mijn haar nu even in een dotje. Want het is echt super warm. Je kunt bijna in een bikini gewoon gaan lopen de hele dag. Dus nu moeten we onze handdoeken ergens leggen. Er is wel veel plek, maar niet echt zoveel plek. Zo, ik heb nu gegeten en mij ingesmeerd en wat gedronken. Nu zie je achter mij dus het zwembad. En dit is dus de krokodil waar ik het over had. Ik ga die zwembad opblazen. Ik heb mijn bikini al aan. Maar ik moet nog wachten, want mama die is nog wel aan het eten en zo. En die moet die ook nog insmeren. En ik moet dit nog opblazen. Maar ik ga het niet mee naar het zwembad nemen. Ik doe die gewoon onder dit laken, deken, handdoek. Ja, handdoek. En dan kan ik daarop liggen. En ja, het is van dolfijntjes. Ja, want dat is een van mijn lievelingsdieren. Maar ik zal het even laten zien. Als jullie het kunnen zien. Dit is het dus. Van dolfijntjes. Ik ben echt zo dol op dolfijntjes. Ik ga nog wat drinken. Maar ik krijg dat niet open met één hand. Dus ik ga dat even vragen aan mama. Of die neemt dat aan. Die hoort me natuurlijk. Zo. Even het topje uitdoen.
Jullie horen ook muziek, omdat er muziek op is. Netenpark is best wel afgezegd, maar we kunnen nergens anders naartoe. En ze hebben maar één glijbaan. En die is ook al afgezegd. Dat is die blauwe, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat is die daar. Dus die is dus dat daar. En ja, en mama gaat mij zo biedt ook even filmen voor in het zwembad. Want we hebben geen speciale camera of zo. En ik heb iets aan mijn teen en dat doe ik eigenlijk niet bij. Maar volgens mij is dat bloederig zo dat onder mijn teen is. Doe niet echt pijn of zo. Maar het is gewoon echt heel, heel raar. En ik heet ook niet. Ik weet ook niet wat het is en zo. En ik ga nu dus even mijn krokodil opblazen. Deze dus. En dat gaat echt heel lang duren. En mama is veel groter dan mij. Dus ik moet. Dus dit is een dolfijn die met mij was. Ja, maar ik moet dit toch ook opblazen. Vroeger had ik een dolfijn of een orka, ik weet niet echt wat het was. Volgens mij was het een dolfijn, want bij mijn papa had ik vroeger dus een zwembad. Nee, dus een dolfijn daar zat erin. En dan was die zwembad al bijna helemaal vol. Door het zwembad, door de dolfijn. En dat was dus, ja, heel erg grappig. Maar ik moet natuurlijk ook mijn volgende deel even opblazen. Dus ik ga mijn krokodil dus even opblazen. Dus tot zo. Zo, ik heb mijn krokodil opgeblazen. Ja, ik heb mijn plantje al gedaan, maar ik zal het voor jullie even nog eens filmen. Maar mijn krokodil die is dus opgeblazen. Dit is mijn krokodil. Ja, jullie gaan nu iets horen, sorry daarvoor. Daar kan ik niks aan doen. Maar dit is dus mijn krokodil. En dit is mijn handdoek en die ga ik hier dus overdoen. En deze dame moet eens even zwijgen. Oh, dank u. Dus dit ga ik even op mijn krokodil doen. Dus dat ga ik even proberen te filmen. Dus ik moet mijn handen zo zien te krijgen. Zo. Ja, dat is echt niet doen. Zo. Het is heel moeilijk voor mijn één hand te doen. Mijn mama die is even alles aan het wegzetten. Zo, maar dit is niet en dit is niet het plan om het in water zo te doen, maar gewoon gaan zitten of te liggen. Dus ja, ze biedt gaan we in het zwembad en als het ook stik heet is, doe dan een pet en een zonnebril over. Echt heel handig. De zon schijnt nu echt in mijn ogen, maar zo kunnen jullie me beter zien. Mama komt er nu aan, dus ik ga lekker naar het zwembad. En dat ga ik natuurlijk ook voor jullie filmen. Hoi! Ik ga dus nu in het zwembad. En ik heb mijn duikbril dus op. Dus laten we een bommetje maken. Natuurlijk mag je niet lopen, want dat is heel gevaarlijk.
prettig genoeg om weer af te ronden. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En wil je meer van deze video's? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En tot de volgende video. Doei!